17 minuten na het geplande tijdstip begint Excelsior PSV. Een verstandige beslissing ditmaal, die vertraging, omdat niet alle PSV-supporters vanwege de verkeersdrukte de koel tijdig hadden kunnen bereiken. En de eerste uitbraak van Excelsior van Van Bremen. Met de voorzet en de kans. Het is meteen 0-1, het doelpunt van Beukers. Twintig seconden gespeeld. Als Beukers de kans gepresenteerd krijgt door een misser van Nielsen op de voorzet van Van Bremen van de linkerkant. En Van Breukelen raakt de bal nog wel, maar niet voldoende. En zo is de verrassing in de eerste minuut voorlopig. Koot en opnieuw Gullit. Combinatie met Arnissen. Voorzet Gullit, Koeman. Veertiende minuut, PSV met 10 man in het veld. En de hekken achter het doel van Excelsior worden al naar beneden getrokken. Bij de gelijkmaker. Moet er niet aan denken wat er gebeurt als PSV op voorsprong komt. In ieder geval, de actie van PSV was doeltreffend. De doelpuntenmaker voor de 13e keer dit seizoen, Ronald Koeman. Achter het doel is de rust nog steeds niet hersteld. Sterker nog, begeeft nu het hekwerkend. Het zou toch van de gekken zijn. Terwijl toch de nodige arrestaties en EHBO verricht moet worden. Als de eigen aanhang van PSV een kampioenschap voorkomt. Van der Gijp. Hij brengt PSV bijna op voorsprong. Terugspeelbal op Lamy. Doet er nog eens een schepje bovenop. Inmiddels heeft ook PSV-manager Kees Ploegsma zich in het gezelschap van de trainer van VVV, Jan Reker, die vorig seizoen nog in Eindhoven werkte, achter het doel vervoegd in de hoop de gemoederen wat tot bedaren te brengen. Kwartier na rust wordt René van der Gijp gewisseld en vervangen door Jurrie Koolhof. Een paar minuten nadat hij de kans om PSV op voorsprong te zetten gemist had, deze van der Gijp. Arnissen. Gerets, die graag wil, aangetikt wordt en een strafschop krijgt. En de onvrede bij Excelsior leidt uiteraard tot niets. Maar in het strafschopgebied lopen er nu alweer supporters met de hoekvlag rond om te illustreren dat het kampioenschap van PSV blijkbaar niet glansrijk gevierd mag worden vandaag. Alweer de 24e minuut sinds het begin van de tweede helft. Koeman, 2-1. De vreugde is bij de spelers maar heel minimaal. En gezien het gedrag van de supporters is dat begrijpelijk. Dat zal niet eens wat met de voorgeschiedenis in de loop van dit seizoen te maken hebben. 29e minuut van de tweede helft. Vrije trap Seurensen voor Excelsior. En de gelijkmaker van Kees Schapendonk. Het is pas de tweede keer dat Excelsior sinds de rust gevaarlijk is. Maar de vrije trap van Seurensen laat zien waarom Ajax hem aangetrokken heeft onder meer. En Kees Schapendonk passeert Hans van Breukelen. Die, zwak uitgedrukt, niet echt tevreden is over zijn verdediging. Gerets. Een minuut of 7 nog te spelen. Het publiek verdringt zich al langs de lijn. En stormt nu het veld op. Blankenstein toont zich heel tolerant. Maar de vraag is hoe ver die tolerantie reikt. Ik kan me niet indenken dat iemand in Eindhoven over deze afloop van het seizoen eigenlijk tevreden kan zijn. De spelers van beide ploegen hebben voorlopig het veld verlaten. Maar aan de houding van Blankenstein te zien zal hij toch in ieder geval nog een aantal minuten willen laten spelen. Een kampioenschap van PSV anno 1987
een kampioenschap van de chaos en de wanorde. Nu. Stuift het publiek van het veld. Maar de lol is er eigenlijk al lang af. Dus komen onder leiding van Willy van der Kerkhof de PSV'ers maar weer terug. En de spelers van Excelsior die al ervaring genoeg hebben opgedaan dit seizoen met gestaakte wedstrijden ook maar. De wedstrijd is hervat door Blankenstein na een onderbreking van ruim 10 minuten. Het schot van Koeman dat Lamy de nodige moeite bezorgt. Koeman. Gullit. En de treffer van Gullit. Die opnieuw leidt tot een invasie op het veld. En het vertrek van Gullit door de spelerstunnel. In dat opzicht tekent PSV het eigen vonnis. Op zich een goede actie van Gullit. En of de bal door Koolhof nog voor de lijn werd binnengegleden, is eigenlijk niet eens meer zo relevant. Het kampioenschap van PSV is daar. Maar vraag verder niet hoe. En ik denk niet dat erg veel mensen hier plezier aan beleven.